net ook al tegen de barman gezegd, maar dit teken staat dus op de kop. Dat is het teken van liefde en die moet je dus andersom hebben. Yes. Ik ben Wanja Rukavina, 28 jaar. Ik ben geboren in Bosnië, maar opgegroeid in Nederland. Ik ben afgestudeerd als acteur aan de toneelacademie en ik werk nu als acteur vooral in het theater, soms ook film en tv, maar vooral op de planken en in eigen performances. Dat is mijn grote passie, maar ik heb dus een nieuwe grote passie ontdekt, twee grote passies, en dat is natuurlijk Japan. Toen ik jong was, waren het natuurlijk de tekenfilms. Iedereen kent dat van Japan, iedereen vindt het fantastisch, de manga en de anime. En toen ik naar de toneelschool ging, ging wat meer Japanse regisseurs films bekijken, Japanse films. En dat vond ik toch ook wel fantastisch. De hele wereld gaat open. En toen ik ben afgestudeerd aan de toneelacademie, had ik eindelijk tijd, klaar met studeren. En ik dacht, ik ga de taal leren, lijkt me leuk. En toen ging het hard. Japans is qua spreken niet zo moeilijk, omdat het veel bekende klanken voor ons heeft. Geen gekke nieuwe klanken, zoals het Chinees of het Koreaans. Maar het schrift, lezen en vooral schrijven, dat is echt hel op aarde, kan ik zeggen. Maar goed, die uitdaging vind ik dan weer heel erg vet om er zo helemaal in te duiken. En ik zal jullie even mijn pride and joy laten zien. Dat is deze. Rukavina Wanya, dat is mijn naam. Heisei 28 年度第2回日本漢字能力検定に。Kijk, het ziet er heel stoer uit, maar ik zat tussen allemaal basisschoolkinderen in dat klaslokaal toen ik dat deed. Bloed, zweet en tranen. Mijn favoriet, degene met de meeste strokes, heel moeilijk, betekent depressie. En je wordt er ook depressief van als je hem gaat schrijven. Dat is toch intens, hè? Ik ben zelf heel perfectionistisch. Wat positief en hartstikke negatief is. En dat herken ik daar heel erg terug. Zowel in bijvoorbeeld Japanse popcultuur of in traditionele cultuur, in design. Ze doen alles echt voor de volle 100%. En daar hou ik heel erg van. We zijn in de Duke of Tokyo. Het is een Japan-stijl karaoke bar. Allemaal van die kleine booths waar je dan gewoon privé ingaat met 1, 2, 3 of vrienden. En dan kan je helemaal losgaan. Yes.